Medewerkers van de oude Daniël kunnen voor de laatste keer een kijkje nemen in het gebouw. Hierna gaat het echt dicht en vindt de overdracht plaats aan de projectontwikkelaar. Het is dan niet meer van het Erasmus MC. Wim, waarom ben je er vandaag bij? Nou, ik wil het ook nog wel zien en kijken waar al die collega's die er zijn. Om er ook een beetje afscheid van te nemen. Er zijn mensen die hebben hier ook al jaren gewerkt. Ik heb hier zelf hier 42 jaar gewerkt. Dus al die mensen die hier lopen, die ken ik allemaal. En dat is ook wel leuk om afscheid te nemen. Peter, ik heb begrepen dat jij dit gedicht hebt geschreven. Wanneer is dat gebeurd? Het is gebeurd in mijn allerlaatste nachtdienst. De datum staat erbij, de 18e van de 5e. Net als een beetje de dag van dat we eigenlijk over zouden gaan naar de centrumlocatie. En in een vlaag van, ik weet het niet, na 35 jaar hier, ja. En wat doet het met je dat je dit weer ziet? Heel bijzonder, ja. Ja, de Daniël was gewoon één grote familie. Heren, wat gebeurt hier? Hij wil dat bord hebben. En dat gaat zomaar? Dat gaat zomaar. Iedereen was zo enthousiast toen we hier binnenkwamen. Wat is het verhaal achter het tv-scherm? Ja, het scherm dat hebben we destijds gehad. Van de firma Elekta. We hebben toestellen gekocht van Elekta. En hun hebben het gesponsord door dat scherm hier te schenken. En dat was destijds iets van 60.000 euro. Dus dat is een aardig bedrag. En dat was het grootste plasmascherm wat je kon krijgen toen. Bij de Mediamarkt hing er één en bij ons. Dat was 101 inch, volgens mij. En hier is bijna alles weg, hè, maar het tv-scherm hangt er nog. Waarom, denk je? Ik denk dat niemand aandurft om hem eraf te tillen. Hij is ontzettend zwaar, dus ik denk dat je toch 6 man nodig hebt om hem uit de scharnieren te krijgen. Dus ik denk dat dat het laatste is wat blijft staan als het gebouw weg is. En dat dit pand verloren gaat? Ja, het is zo. Na verloop van tijd dan moet je gewoon ook zeggen van het kon ook niet meer. Technisch, gezondheidsdingen, allemaal. Het klopte gewoon niet meer, het kon niet meer. Het was gewoon nodig dat we een nieuwbouw moesten krijgen. Ja, ja.